Mooi is dat, dames en heren, zoals het langzaam stil wordt. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Wilco Boom, in het dagelijks leven verslaggever voor de NOS op Radio 1. Maar hier ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Nieuwsport. En in die hoedanigheid mag ik u allemaal van harte welkom heten bij wat alweer de 12e Kees Lunshof lezing is. De lezing vernoemd naar de oud-voorzitter van Nieuwsport en prominent telegraafjournalist Kees Lunshof. En dat welkom geldt natuurlijk vooral voor collega's en bekenden van Kees en zeer in het bijzonder voor zijn familie en zijn partner David Beumer. Het toenmalig bestuur van Nieuwsport heeft de Lunshof-lezing destijds ingesteld om een bijdrage te stimuleren aan de open debatcultuur en dan vooral tussen politiek en journalistiek, tussen de macht en de controle op de macht. Kees speelde daar als voorzitter van Nieuwsport en als commentator van zijn krant een belangrijke rol in. En wie ook een belangrijke rol speelt in de controle van die macht is Reinier van Zutphen, de nationale ombudsman. Hij zit daar op de eerste rij. Sinds zijn aantreden heeft Van Zutphen een stevige reputatie opgebouwd als een hele irritante, maar permanente luis in de pels van de staat. En wie het jaarverslag van 2018 van de Nationale Ombudsman leest, die krijgt vermoedelijk plaatsvervangende het schaamrood op de kaken vanwege de eindeloze reeks voorbeelden van liefdeloos en schaamteloos optreden van overheidsinstanties tegen burgers. Of het nu gaat om burgers met problematische schulden die vastlopen bij een gemeente of veteranen met een posttraumatisch stresssyndroom. De Nationale Ombudsman springt voor hen in de bres en kennelijk is het ook heel erg nodig dat dat gebeurt. Het is daarom met zeer veel genoegen dat Nieuwsport hier Reinier van Zutphen mag presenteren als de lezinggever. En de titel van zijn lezing is Klimaatakkoord is de burgerakkoord. Als je naar de reacties kijkt op de maatregelen die het kabinet vandaag en gisteren heeft gepresenteerd, de verlaging van de maximumsnelheid, is in elk geval nog niet iedereen akkoord. Ik las uitgerekend in de krant van Kees, straks mogen we alleen nog maar op een bakfiets rijden. Aansluitend op de lezing van Van Zutphen zal een journalistenpanel hem nader aan de tand voelen. En dat panel staat onder leiding van Nienke de Zoete van Nieuwsuur. En verder uit Siep Winia, voorheen van Elsevier, nu zelfstandig publicist. Marieke Stellinga van de NRC en Bart Zuidervaart van Trouw. En na afloop bent u, als altijd, uitgenodigd om hiernaast het glas te heffen, ook dat in de geest van Kees. Maar voor we zover zijn, wil ik graag de Commissie Democratie en Debat bedanken. Dat is de commissie van Nieuwsport onder leiding van Remco Meijer, die dit evenement jaarlijks organiseert. En ik wil ook de sponsors bedanken, de gemeente Den Haag en de Tweede Kamer. Dames en heren, dan nu graag nog even uw smartphones controleren of ze op stil staan. Uit mag ook, want we gaan beginnen. Het woord is aan Reinier van Zutphen. Dank u wel. Dankjewel. Ja, eerst maar even die luis in de pels. Dat is een mooie beeldspraak, maar ik zeg er vaak bij, hij moet niet opgaan voor de ombudsman, want ze moeten altijd last van me hebben. Een luis in de pels, daar heb je een keer, dan denk je van, nou, dan heb ik het een beetje, en dan krap je en is het weg. En ik vind dat de dingen die wij doen, de Nationale Ombudsman en al de medewerkers die we hebben, dat je daar eigenlijk permanent last van moet hebben. En we zijn dan ook permanent betrokken op wat er gebeurt in de samenleving. En ik denk dat dat een verband is tussen wat de pers doet, en zeker de parlementaire pers, en wat wij doen in onze opdracht. De burger staat in mijn verhaal zometeen centraal. En het gaat inderdaad over de akkoorden en over het akkoord van de burger. Op die akkoorden, is dat er wel? En wat betekent het als de akkoorden er zijn, als ze worden uitgevoerd? En heeft de burger daar last van? Doet hij mee of doet hij niet mee? We praten nu op dit moment vooral over 2030. En 2030 is 49% vermindering van de uitstoot. Vanochtend ging het over iets anders, ging het over de stikstof. Maar in zekere zin zijn het vergelijkbare problemen. En om maar actueel te zijn bij wat vandaag gebeurde, verraste het mij dat wat er werd gegeven als reactie, dat nou niet heel erg de indruk wekte van een akkoord. En in tegendeel dat er sprake was van, we gaan de staat aansprakelijk stellen. Dat kwam van VNO-NCW en van Logistiek en Transport Nederland. Of Transport en Logistiek Nederland. Dus de vraag of die akkoorden er echt zijn,
En of ze ook echt worden nageleefd, als het echt spannend wordt, dat is nog maar helemaal de vraag. Maar voordat ik daar iets over zeg, misschien toch nog wat over die burger, ook in 2030. We hebben een aantal weken geleden, eind vorige maand, een groot congres georganiseerd. Met de idee dat we erachter willen komen hoe de verhouding tussen overheid en burger er in 2030 uitziet. Er werd een beetje smalend naar ons gedaan. Gezegd van ja, maar dat is toch zo ver weg. Je moet nu beginnen. De bedoeling was natuurlijk om ervoor te zorgen dat we nu een start kunnen maken. Zodat we klaar zijn als in 2030 een heleboel dingen zijn veranderd. Waaronder misschien wel dit klimaatakkoord. En als we aan de burgers vragen, wat vinden jullie nou eigenlijk van die overheid? Dan krijgen we een veelheid aan antwoorden. Maar we weten wel een aantal dingen. Die zijn wel uitgekristalliseerd. We hebben gevraagd aan 1500 mensen in het land. Wil ons eens vertellen, wat vind je over 10 jaar in ieder geval nog steeds belangrijk? Of wat is er bijgekomen in vergelijking met vandaag de dag? En het eerste wat mensen tegen ons zeggen is dat ze verwachten dat ze veel meer dan nu zelf zullen moeten organiseren. In hun eigen leven, in hun eigen omgeving. En dat dat vooral ook heel vaak digitaal zal zijn. Mensen zeggen daarbij... Nee, ik moet het anders zeggen. Er is verschil als je het aan de ene of aan de andere vraagt welk antwoord hij geeft. Wanneer we mensen met een hoge opleiding en een redelijk inkomen, en ik kijk de zaal even rond, daar horen wij waarschijnlijk bij, dan betekent het dat die mensen een hoger cijfer geven aan de overheid, omdat ze het makkelijker kunnen begrijpen, omdat ze beter zijn opgeleid, omdat ze toegang hebben tot de systemen, en omdat ze een omgeving hebben dat als ze het zelf niet kunnen, ze iets kunnen organiseren en de juiste personen kunnen benaderen die hen verder helpt. Dus zij geven aan wat er gaat gebeuren in de komende jaren een hoog cijfer. Hun verwachtingen zijn ook hoog. En omgekeerd evenredig daarmee zou ik bijna zeggen, zijn de appreciaties van wat de overheid presteert negatief. Dus zij zeggen, wij kunnen het heel goed, wij weten waar we moeten zijn, we kunnen ons ook laten bijstaan. Maar die overheid en de mensen die daar werken, die presteren eigenlijk ondermaats. En aan de andere kant de groep die minder inkomen heeft, die sociaal in de wat lagere regionen leeft... Ik vind het een beetje naar om zo over te praten, maar het is toch wel echt waar het over gaat. Die zeggen, ja, maar we hebben problemen met ons inkomen, met de dingen begrijpen. We kunnen het niet lezen, we kunnen het niet snappen. We willen graag mede, maar het lukt niet en de overheid laat ons in de steek. En die geven een beduidend lager cijfer aan die overheid dan de hoogopgeleide. Dus we kunnen niet zeggen van, de ombudsman weet inmiddels wat de burger wil, want er zijn grote verschillen, in ieder geval in deze twee groepen. Wat willen we wel allemaal? We willen allemaal dat als we er uiteindelijk in vastlopen met die overheid, in de dingen die we doen. Ik praat altijd over de overheid, hè? Ik ben de ombudsman, dus wij moeten praten over de relatie burgeroverheid. En daar heb ik het meeste verstand van en daar gelooft u mij misschien nog als ik iets over zeg. Als ik over andere dingen praat is dat misschien minder voor de hand liggend. In ieder geval weten we één ding, we willen dat die overheid eerlijk is. Ze moet zeggen wat er aan de hand is en we willen een overheid die deskundig is. De mensen zeggen, we hebben liever wat meer tijd... Dat het wat meer tijd kost om antwoord te krijgen op onze vragen, maar dan wel het echte antwoord en een deskundig antwoord, dan dat het snel gaat en dat we niet weten waar we aan toe zijn. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Ze willen kunnen overzien waar het over gaat. En wat ze heel duidelijk zeggen, uiteindelijk willen wij gewoon zelf mee kunnen doen. Ons jaarverslag werd even aangehaald net, 2018, dat heet meedoen. Iedereen moet mee kunnen doen. En misschien hebt u mij dat alles wat eerder horen zeggen, maar... Je moet mee kunnen doen, je zit anders dan je kan meedoen. Als je zegt je kan meedoen, dan betekent dat kijk zelf maar of je dat doet. Als je komt, mag het. Dan sluiten wij niemand uit. Overigens, als je gaat kijken in de participatieparagraaf van het klimaatakkoord, dan vindt u precies deze woorden. Iedereen kan meedoen, wij sluiten niemand uit. Dat is niet hetzelfde als ervoor zorgen dat iedereen meedoet. Mee moet kunnen doen, vereist een actieve houding van de overheid en ook van anderen, maar in ieder geval van de overheid, om ervoor te zorgen dat mensen mee kunnen doen. Dus als er grote veranderingen zijn in de samenleving, maar ook in de uitstoot, terug met 49%, dan betekent het dat de overheid de burgers actief moet betrekken. En dat is nog niet eenvoudig. De burgers verwachten ook dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt. En ik zei het al, en daar eerlijk bij is, dat ze zeggen wat ze wel kunnen en wat ze niet kunnen. Wat de overheid wel kan en wat de overheid niet kan. En dat er ook duidelijk wordt gezegd welke verwachtingen de overheid vervolgens van de burger heeft. Dat zal, zeggen de mensen ons, in die enquête die we hielden, en overigens niet alleen maar een enquête, want dan krijgen we alleen maar hoogopgeleiden die reageren. Dus we hebben ook focusgroepen georganiseerd om te kijken en te valideren of wat we digitaal als antwoorden kregen, ook dat ook klopt met datgene wat mensen ons in gesprekken vertellen. Ja, dat klopt. Dat is wat ze nu zeggen en dat is wat ze dan verwachten. Er is nog één heel belangrijk ander ding wat mensen ons laten weten.
de burgers ons laten weten, wat de burger de overheid laat weten. Men wil altijd de kans hebben, bijna het recht hebben, misschien wel echt het recht hebben, op menselijk contact. Dus mensen accepteren digitale systemen en apps en textmessages en sms'jes en allerlei andere dingen. En ook schermen en systemen die ze moeten invullen met hun toetsenbord. Maar uiteindelijk zegt iedereen, ik wil kunnen bellen. Ik wil een stem horen. En ik wil, als dat niet lukt, echt iemand kunnen spreken. U hebt misschien in de krant gelezen dat ik iets heb gezegd over, je moet zelfs voor een kapotte koelkast bij de gemeente terecht kunnen. En dat meen ik serieus. Maar niet dat de gemeente het moet oplossen, maar wel dat je ergens terecht kunt met je vraag. En dat iemand tegen je kan zeggen waar je terecht kunt. En overigens, de vraag achter een kapotte koelkast kan heel goed zijn. Ik zit in een schuldenproblematiek en ik kan het niet betalen en het vlees bederft in mijn ijskast. Dus in die zin is die koelkast eigenlijk best wel een goed voorbeeld. We hebben een beetje om gelachen, maar ik vind het eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. Omdat je laat zien dat je als overheid altijd moet zeggen, u bent altijd welkom. Nooit verkeerd verbonden. Dat is het allerbelangrijkste, de les die wij trekken uit wat de burgers ons vertellen. En daar kijken wij ook naar als we naar de overheid gaan, om te zeggen of zij wel of niet behoorlijk aan het werk zijn. U weet waarschijnlijk dat behoorlijkheid het enige woord is wat de wet ons geeft, aan de ombudsman geeft, om te beoordelen of er sprake is van, nou ja, een beetje normaal optreden van die overheid. U zult mij dus zien schrijven of horen zeggen dat iets wel of niet behoorlijk is. Dus die behoorlijkheid van de overheid is ongelooflijk belangrijk. Dat kan op allerlei verschillende manieren, maar één ding is zeker, de burger wil dat ook tegen de overheid kunnen zeggen. Een mens van vlees en bloed. In de Tweede Kamer, ik zie een paar Kamerleden hier aanwezig, wordt op dit moment gesproken over dat recht. Het is me ook gevraagd, vind je dat het een recht moet zijn? Nou, niet in de zin heb ik gezegd als in artikel 8 lid 2 van het EVRM, maar het moet eigenlijk zo normaal zijn dat een overheid er altijd voor de burgers is, dat dat recht op het persoonlijke contact er moet zijn. Nou, dan nu, als we dat nou weten en we kijken dan naar die akkoorden, wat valt dan als allereerste op? Tenminste, wat valt mij als ombudsman als allereerste op? Dat ik eigenlijk het woord burger in het klimaatakkoord bijna niet tegenkom. En het woord burgerperspectief staat er ook niet of nauwelijks in. Ik geloof dat in paragraaf D5 van het akkoord wordt iets gezegd over participatie. En dan gaat het niet over participatie in de zin van actieve overheidsbemoeienis, maar van als je wil mag je komen en dan mag je meedoen, wat ik net al zei. Dus die akkoorden, daar is weinig plaats voor de burger. Daar is wel heel veel plaats voor anderen, voor belangenorganisaties en voor belangenbehartigers en voor mede-overheden en voor anderen, maar niet echt voor de burger. Dus de vraag of de burger akkoord is, is eigenlijk niet eens gesteld in die voorfase. Achteraf weten we dat die niet altijd akkoord is. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft daar het een en ander over gezegd en geschreven, onderzoekt dat ook en laat zien dat de ontevredenheid van de burger daarover zeker toeneemt. Die laat zien dat we hebben er nu wel genoeg voor betaald inmiddels en we zien nog te weinig resultaten. Dat is achteraf. Maar vooraf, bij het betrekken daarvan, is het maar helemaal de vraag of de burger op enige wijze daarbij betrokken is geweest. En dan nog even een aantal dingen die al eerder zijn gezegd. Niet alleen door mij, maar vooral ook door anderen. Bij de presentatie van het jaarverslag van de Raad van State heeft onder andere de toenmalige voorzitter van de Eerste Kamer iets gezegd over de akkoorden en het afstempelen van akkoorden in wetten. Dat vond ik best wel een goed argument eigenlijk, of een goed punt, laat ik het zo zeggen. Het argument moet nog gemaakt worden, maar het punt is goed. Want wat betekenen de akkoorden nou uiteindelijk voor de wetgever? Wat gaat die wetgever daar dan mee doen? En toen heb ik nog even in naïviteit gedacht dat klimaatakkoord zo uitgebreid was dat er ook een hele uitgebreide wet zou zijn. Maar die is er niet. U moet die wet maar eens proberen te lezen. Dat zijn 9 artikelen en een 10e dat nog niet in werking is getreden. En in artikel 8 staat de participatie. Toen dacht ik, nou heb ik beet. Want een ombudsman en participatie is belangrijk. Want participatie en invloed kunnen uitoefenen zijn essentieel voor de relatie burger-overheid. Maar de participatie van artikel 8 van de Klimaatwet gaat over de participatie van mede-overheden bij wat de landelijke, centrale, nationale overheid doet. Dus ook daar in die Klimaatwet ziet u eigenlijk alleen maar de doelstellingen in wetten vastgelegd, zodat volgende kabinetten daar niet aan kunnen komen. Staat in de site van klimaatakkoord.nl. Dat was de bedoeling van die wet. Dat anderen daar niet anders... Maar er staat niks over hoe de burger erbij wordt betrokken. En toen dacht ik, als we nou eens nadenken over hoe zit het eigenlijk precies in dat wettelijke systeem, dan weten we eigenlijk dat we hebben de akkoorden. Dat wil zeggen de grote akkoorden, Parijs, VN. We hebben EU,
overleg en we hebben EU-verdragen en we hebben EU-samenwerkingsverbanden. Die leggen ons iets op, die verplichten overheden om iets te doen. En zeker verdragen die binden de staten. En de EU kan het misschien iets verder brengen. Dan krijgen we ineens dat hele dunne wetje van 8-9 artikelen. Met een akkoord van eigenlijk alleen maar belangenbehartigers over en weer. En daarna zeggen we, het moet op het lokale niveau uitgevoerd gaan worden. Dus de lokale overheden, de mede-overheden, die moeten aan de bak. En die krijgen eigenlijk ook de burger op hun dak geschoven. Want daar gaat het gebeuren. U hebt misschien vanmorgen geluisterd naar de radio. En toen u in de auto zat en nog 130 reed. Maar dat gaat 's morgens vroeg niet, weet ik uit eigen ervaring. Dus wat gaan we er eigenlijk van merken? Maar goed, als je goed hebt geluisterd of de goede zender had, dan weet je dat er iets werd gezegd over die zonnepanelen. Die nu in de weilanden mogen worden uitgerold. Dat kan niet met panelen, maar in ieder geval, dat betekent dat ze daar dus groots aanwezig mogen zijn. Wat vinden de burgers daarvan? Dat weten we eigenlijk helemaal niet. We weten wel dat daardoor in ieder geval daaronder groeit niks. Wat de burgers ervan vinden weten we niet, maar de argumentatie was, er is overeenstemming met de verenigingen die de belangen behartigen van zonnepanelen, zal ik maar zeggen. Dat was merkwaardig. Ook daar zag ik dus de burger niet verschijnen in de afweging. Nog even terug naar die Raad van State. Want die Raad van State, dat jaarverslag, dat zei dus iets over het afstempelen van die akkoorden. En dan stel je dus de vraag, maar wat is dan de waarde en de functie van de behandeling van zo'n wet in de Tweede Kamer? Levert dat iets op voor de burger? Geeft hem dat een richting? Weet hij wat hij kan verwachten? En hoe moet het verder? En dan kijken we in die wet en dan staat er iets over een plan en 5 jaren. En iedere keer moet dat plan worden herijkt en dan moeten allemaal testen worden gedaan. En het RIVM is erbij betrokken en het planbureau voor de leefomgeving ongetwijfeld. Weet je, die entiteiten vind je terug in die wet. En dan staat er in het klimaatakkoord zelf, er is een formele rol voor de Raad van State. Een formele rol voor de Raad van State. Als je kijkt naar de bedoeling van die wet, was het dat de Raad van State intensief betrokken zou zijn bij de ontwikkeling. Want het is een adviseur van de overheid en van de regering. Maar in het klimaatakkoord wordt het teruggebracht naar de formele rol. Er staat niet een inhoudelijk betrokken rol en we gaan van tevoren. Nee, formele rol. Dus je ziet dat ook daar op een of andere manier de rol wordt weggezet en weggeschoven. Want die Raad van State zou heel goed in staat moeten zijn, denk ik, om het perspectief van de inwoners in Nederland, van de burgers. Overigens tussen haakjes, sommige ministers vinden dat een heel lelijk woord, burger. Ik vind het een fantastisch woord, dus ik gebruik het heel vaak en graag. En zeker als ik bij een minister aan tafel zit. Dus burgers. Daar had het burgerperspectief een rol kunnen gaan spelen. De ombudsman zegt in zijn visie, wij geloven erin dat in ieder overheidshandelen het perspectief van de burger is geborgd. Daar zijn we op uit. Daar is overigens ook de Raad van State op uit. En ook de Rekenkamer, het andere Hoogcollege van State, heeft daar een rol te spelen. We zien het niet terug in de wet en in de regelgeving. En men vindt het dan heel mooi dat op de dag van het akkoord ook de wet wordt aangenomen. Als een soort van wapenfeit. Dan kun je je afvragen, hoe zit het met de democratische controle op wat er is gebeurd? En wordt die dan misschien achteraf afgelegd? Het is nog maar de vraag of dat het geval is. Vanuit het perspectief van de burger zijn er dus veel vragen te stellen bij de manier waarop dit klimaatakkoord, maar overigens ook allerlei andere akkoorden tot stand zijn gekomen. Want we hebben het preventieakkoord en we hebben nog allerlei andere akkoorden die op dezelfde manier vergelijkbaar tussen belangenbehartigers en partijen die, niet altijd met elkaar dezelfde mening hebben, maar dan komen tot een soort van vergelijk. En is dat dan het vergelijk wat wij willen dat in de volksvertegenwoordiging in ons parlement uiteindelijk eruit zou moeten komen? Dat betekent dat burgers niet altijd het gevoel hebben dat ze kunnen vertrouwen op wat er is besloten. En dat vinden wij ook terug in de manier waarop mensen zich tot ons wenden. Als er dingen fout gaan en als er klachten zijn. En als de overheid niet adequaat reageert, onbehoorlijk is. Daar zit echt een probleem als het gaat om uitvoering. Die uitvoering. Waar wordt die uitgevoerd? Waar komt die terecht? Ik zei het al even, hij komt terecht bij andere overheden dan bij de centrale overheid. Maar hij komt ook terecht bij niet-overheden. Hij komt terecht bij private ondernemingen. Hij komt terecht bij publiek-private samenwerking. Hij komt terecht in nieuw gecreëerde overheden zoals gemeenschappelijke regelingen. En op die manier worden de dingen verder op afstand gezet van de burger. Wij hebben daar iets over geschreven en gezegd, ook in onze toekomstvisie. Als het gaat over, dus dat vragen 2030, hoe ziet het eruit?
hebben met heel veel mensen gesproken. En de versnipperdheid en het verder op afstand plaatsen, dat zien we niet alleen maar op dit terrein, waar het gaat om de akkoorden en de uitvoeringen, wie moet dat gaan doen. Maar we zien het eigenlijk bij alle decentralisaties. Alle decentralisaties laten zien dat de bedoeling dichter bij de burger en dus naar de gemeente, dat het in heel veel gevallen niet wordt gerealiseerd. Even buiten het thema akkoord. De gemeente Rondeveen heeft de schuldhulpverlening overgedragen aan een private onderneming. Oké, so far so good. De burger klaagt over wat hem overkomt. En de gemeente zegt, sorry, het is overgedragen aan een private onderneming. Ombudsman kan er niet veel meer over zeggen. Want het is immers een private onderneming. Ik kan iets zeggen over die gemeente misschien. De gemeente Kerkrade heeft problemen met beschut werken. Althans, mensen die daar een arbeidscontract hebben en werk uitvoeren, hebben problemen met de organisatie. En het gemeentebestuur zegt, ja, daar gaan wij niet over, want er is een gemeenschappelijke regeling gecreëerd. En dan krijg ik een hele ingewikkelde discussie over of het mandaat is of delegatie. Want dat zou er nog verschil kunnen uitmaken, maar het komt erop neer te zeggen, de gemeente gaat er niet meer over. 1 keer per jaar vergadert mijn wethouder in het algemeen bestuur en dat is het dan. Anderen zeggen, we hebben het ondergebracht in een naamloze vennootschap. Er zijn gemeenten die creëren naamloze vennootschappen om mensen beschut te laten werken. We krijgen het in de WMO. In de WMO zien we dat het Schone Huis wordt overgelaten aan private organisaties. Als je daar een klacht over hebt, is het maar de vraag of dat bereikt wordt, nou ja, diegene bij de gemeente die verantwoordelijk is. We waren vanmorgen bij minister De Jonge over de hulpmiddelen. Dat gaat over dezelfde discussie. De WMO-voorzieningen voor rekening van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk, geeft de opdracht, maar andere partijen voeren het uit. Als je je rolstoel niet krijgt of je batterijoplader is kapot en niemand komt langs, dan kan je niet naar buiten, dan kan je niet naar school. Zo'n klacht krijgen wij. Dat betekent dat we eigenlijk die gemeente verantwoordelijk houden. Maar het is buitengewoon ingewikkeld als de gemeente zegt, sorry, gaan we niet meer over. Je mag mijn contract beoordelen, ik praat 1 keer per jaar met deze organisatie, ik vraag of ze klachten hebben. Over het algemeen in de aanloop naar een nieuwe aanbesteding zullen ze nee zeggen. En dat betekent dat de controle ook door de ombudsman, maar ook door de raad en ook door het parlement op die manier wordt uitgehold en teruggebracht. En het is essentieel om mensen mee te kunnen laten doen, dat ze het gevoel hebben dat het toe doet wat ze zeggen, dat het toe doet wat ze aanbrengen. Nou, in het klimaatakkoord zien we eigenlijk geen andere dingen. De regionale energiestrategieën, de netbeheerders, maatschappelijke partners, en dan staat er nog soms waar mogelijk bewoners. Dus waar mogelijk bewoners. Dat is de idee. U snapt dat een ombudsman daar niet erg gelukkig van wordt, dus het is waar mogelijk bewoners. Dus u begrijpt dat ik daar kritisch op ben. Heel kritisch. En ik vind dat de overheid zich eigenlijk beter zou moeten gedragen naar zijn burgers. En zeker als die aanspraak maakt op de participatie van de burger. Het meewerken, het begrijpen, het snappen en het doen van wat er moet gebeuren. Want de problemen waar we het over hebben in de klimaatdiscussie zijn serieus. Ik ga hier niet zeggen dat er geen probleem is in het klimaat. Eén zijstap, ik maak hem eigenlijk altijd overal. In het hele klimaatakkoord vindt u het woord Bonaire, Saba en Eustatius niet terug. Dat is volgens mij toch sinds een jaar of 9 Nederland. Ik ben op Sint Maarten geweest, dat is dan niet Nederland, maar het is wel Koninkrijk. Als u weet wat daar de effecten zijn van, nou ja, de klimaatverandering op de termijn die er nu wordt ingeschat, dat betekent stijging van de zeespiegel. Maar het betekent ook andere winden. We weten wat Irma daar gedaan heeft. En de verwachting dat dat nog een keer terugkomt is vrij serieus. En misschien zelfs wel niet eens een verwachting, maar een zekerheid dat die komt. Dat vind ik wel een omissie sowieso in het klimaatverdrag. Dat we aan die drie eilanden waar Nederland, de regering hier in Den Haag, een verantwoordelijkheid heeft voor de BES, om het zomaar kort samen te vatten, dat er geen woord aan wordt gewijd. Ze hebben ook een Nederlands paspoort, wist u dat? Ja, goed. Dan, voordat ik me door mijn tijd heen praat, journalistiek. Waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is het nou zo belangrijk? Omdat de informatie die er moet zijn, de goede informatie, ik deed een beetje smalend over de website klimaatakkoord.nl, daar kan geen mens wijzend worden. Dus het is ongelooflijk nodig dat u, de journalistiek, laat zien en vertelt wat er aan de hand is.
hoe de systemen in elkaar zitten, wat de effecten op de burgers zullen zijn, hoe ze zich teweer zouden kunnen stellen. En het kan een positieve of een negatieve zijn. Hè? Maar het gaat in eerste instantie om de juiste, de goede informatie en vervolgens het doorredeneren over wat betekent die informatie op de samenleving, op een kleine gemeente, op een grote gemeente. En dat kan geopinieerd worden, uiteraard. Ik opinieer ook. Dat is mijn rol en taak, dus ook de rol en de taak van de media. En wij zijn degene die buiten dat systeem staan, buiten dat beslissysteem, u en ik, en die ervoor kunnen zorgen dat het helder wordt wat er gebeurt. Die ook helder kunnen maken wat de noodzaak is om de dingen anders aan te pakken. En daar zie je dat media en toezichthouders, zoals nou, toch ook maar de Raad van State en toch ook de Rekenkamer, maar zeker de ombudsman, ook in zijn capaciteit van de ombudsman van 270, 280 gemeenten, alle provincies en alle waterschappen, en bijna alle gemeenschappelijke regelingen. Andere zijstap. Weet u hoeveel gemeenschappelijke regelingen er zijn in Nederland? Bijna 1200. We hebben dus veel minder gemeenten, want we gaan opschalen. En tegelijkertijd schalen we af verder van de burgerweg met 1200 gemeenschappelijke regelingen in allerlei verschillende vormen. Dus de journalistiek is van eminent belang om ervoor te zorgen dat de burger weet wat de overheid doet. Dat de burger ook bij ons aan kan kloppen met wetenschap en kennis en kan zeggen, hier klopt iets niet. Hier gebeurt iets wat niet behoorlijk is. En dan kom je uiteindelijk bij de rol van de ombudsman terecht. Ik durf dit verhaal op deze manier te vertellen, niet omdat ik het zo goed weet, maar omdat ik het heb gevraagd aan de mensen zelf. En ik vind dat ik het voorbeeld moet zijn voor hoe overheden zich horen op te stellen. Vragend, wat zou je willen als we dit moeten bereiken? Wat is dan een goede manier? Wat kun je ons vertellen? Hoe denk je daarover? Welk initiatief zou je willen hebben in je wijk? Daar zijn de essentiële vragen die de overheid moet stellen aan de burger. En dan beslissingen nemen. Maar daar gaat het echt om. Dus ik durf dit te zeggen omdat ik 4 dagen in Zeeland met mijn collega's, we waren met bijna 25, door de provincie heb gereisd. En ik ben geweest bij een fruitteler, bij een burgemeester, bij een mevrouw in de bijstand, bij iemand die met die problemen met de UWV had. We hebben ons matje uitgerold op de markt in Middelburg. Er zijn prachtige foto's van. En daar maak je het contact. Daar vraag je wat er aan de hand is. En vraag het ook aan de bestuurders. Want er is volgens mij niet gevraagd aan de lokale bestuurders, hoe gaan wij met jullie dat klimaatakkoord realiseren? Dus uiteindelijk gaat het erom dat we de vraag stellen, hoe gaan we dit probleem, wat we allemaal onderkennen, waarvan we allemaal vinden dat het wordt opgelost, dat het bestaat, hoe gaan we dat oplossen? En ik denk dat als het op een manier gebeurt waarbij we de burger actief betrekken, dat we hem de kans geven om te participeren, dat we hem de kans geven om echt invloed uit te oefenen, van meet af aan, bij de eerste stap, dat je dan een akkoord kunt krijgen. Een akkoord dat volgens mij op dit moment nog ontbreekt. Dank u wel. Dank voor uw bevlogen speech. Gaat u hier zitten? Ik zal mij voorstellen, ik ben Nienke de Soete. Ik werk voor Nieuwsuur als parlementair verslaggever. En ik ga samen met een aantal andere journalisten de ombudsman even aan de tand voelen. Wat hij eigenlijk allemaal precies gezegd heeft en wat hij bedoelt. En hoe dit allemaal misschien beter kan. En ik zou graag de andere leden van het panel daarbij uitnodigen. Marieke Stellinga, econoom en politiek verslaggever van NRC en ook columnist. Siep Winia, u kent hem misschien nog van Elsevier, maar tegenwoordig his own man, politiek commentator. Bart Zuidervaart, chef politieke redactie van Trouw. Komen jullie zitten? Jij wil op de hoek, hè? De bedoeling is dat wij hier als in een soort persconferentie met u in discussie gaan over uw speech. En heel onbeleefd stel ik dan maar gewoon gelijk de eerste vraag. Ja. Want wat ik mij afvroeg, u zette nodig vraagtekens bij een akkoord. Nou is het idee van bijvoorbeeld het klimaatakkoord dat er wel met allerlei maatschappelijke organisaties gepraat is. Een van de problemen is misschien dat mensen zich helemaal niet meer gerepresenteerd voelen door maatschappelijke organisaties. Maar hoe zou je nou zo'n totstandkoming van zo'n ingewikkeld dilemma, akkoord, hoe kan je daar de burger wel bij betrekken? Ja, kijk, wat ik zeg is niet dat je die maatschappelijke organisaties er niet bij zou moeten betrekken. Maar je moet dan met elkaar wel doordenken, wat betekent dat voor de burgers als we er straks mee aan de slag gaan? En dat moet je niet achteraf vragen, maar dat moet je op voorhand vragen.
Als je ziet hoe erop gereageerd wordt door burgers die betrokken zijn, en die zijn echt te vinden. Bijvoorbeeld mensen die betrokken zijn bij windmolenparken of daar vlakbij in de buurt wonen. Of bij mensen die te maken hebben met de ontwikkelingen, bijvoorbeeld het grote project Ruimte voor de Rivieren. Dan zie je de A2 bij Maastricht. Dat zijn allemaal voorbeelden waarbij als je mensen op tijd erbij betrekt, dan mag je nog steeds beslissingen nemen. Maar op tijd erbij betrekt. En zegt, dit gaat er gebeuren, dit is nodig, de zeespiegel stijgt, er moet iets gebeuren, er is te veel verkeer in Maastricht, we gaan onder de weg door. Maar gaat het dan om betrekken voordat de besluiten er zijn of besluiten nemen en daarna? Nee, ik vind in ieder geval dat het vooraf veel te weinig is gebeurd. En dat meet ik af van de kritiek die achteraf wordt gegeven. Wij waren daar niet bij betrokken, is vaak de mening. En bovendien is er dan ook geen ruimte voor de verschillende burgerbelangen die er zijn. Laten we kijken naar Lelystad Airport. We denken dat daar één burgerbelang is. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Er is het belang van een ondernemer die daar al 3 jaar lang aan de slag had willen zijn. Er is het belang van degene die daar is gaan wonen in de buurt, want het is lekker rustig, maar die heeft nou vliegtuigen boven zijn hoofd. Er is werkgelegenheidsbelang, van alles en nog wat. Dat komt ineens achteraf boven water. En dan is het, zoals de minister toen tegen mij zei, dan sta je met 3-0 achter en dat krijg je nooit meer goed. En je moet niet met 3-0 achter willen staan. Maar dat is eigenlijk gek, want dat is toch de kerntaak eigenlijk van de politiek, al zeker. Die verschillende belangen afwegen. Ja. Maar dat... Dus ik denk dat de belangenafweging, de belangen zijn in de eerste instantie, naar mijn idee, niet voldoende in kaart gebracht. En de afweging is onvoldoende helder voor iedereen geweest. Marieke, wat viel jou op? Ja, ik wil daar wel een vervolgvraag over stellen, want... U zei terecht, het klimaatakkoord is eigenlijk hier boven landelijk gesloten. Maar de uitvoering gaat goed deels naar gemeenten en provincies. Heel groot deel naar gemeenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt het aardgas vrijmaken van de wijken is een van de meest complexe vraagstukken uit dat klimaatakkoord. En dat moeten gemeenten gaan doen. En zij vroegen zich af vorige week, van, zijn gemeenten daar eigenlijk toe in staat? Kunnen zij dat? Wat vindt u? Nou, ik denk dat dat bij sommige gemeenten wel zo is, maar bij anderen zeker niet. En als ik het vergelijk met al die andere activiteiten die naar de gemeenten zijn toegeschoven, ik noemde bijvoorbeeld van de WMO, de schuldhulpverlening, de jeugdwet even, gaat nu weer terug. Maar de inburgeringswet komt eraan en de omgevingswet ook. Dat is een ongelooflijke hoeveelheid werk en deskundigheid die wordt vereist. En het is maar helemaal de vraag of dat bij de gemeente inderdaad kan worden uitgevoerd. Dus het is ook een illusie om te denken, ik heb het bedacht op het nationale niveau, dan gaat een ander het wel doen. Daar loopt die burger dus straks ook vast. Wij zien in de decentralisaties dat men daar vastloopt tegen alle goede bedoelingen in. Ik hoorde vandaag dat dat de decentralisatieparadox heet. Bij BZK noemen ze dat zo. Dat gevaar zit hier ook in. Je zegt dat mensen het zelf mogen in hun eigen omgeving, maar je hebt geen deskundigheid genoeg om het uit te kunnen voeren. Ja, en als je dan als burger, hè, want bijvoorbeeld er wordt besloten over een warmtenet, maar jij wil dat warmtenet helemaal niet, of je wil daar niet op aangesloten zijn, maar ja, het moet. Waar kan je dan als burger, hè, u keek naar 2030, het gaat de komende 10, 11 jaar allemaal gebeuren. Waar kan je dan als burger naartoe? Dit probleem is niet alleen maar in Nederland aan de orde. Dat is veel breder, hè, want wij decentraliseren, maar iedereen decentraliseert. Heel veel landen in Europa. Er zijn ook heel veel landen die activiteiten overdragen aan niet-overheden. En de vraag in ieder geval voor ombudsmannen is, waar ga ik dan straks nog over? Want als het allemaal geprivatiseerd is, kan ik niet tegen een burgemeester zeggen of tegen een minister, had anders gemoeten, maar dan houdt het op. Dus de idee daarvan is, in het kader van wat de Commissie van Venetië heeft geschreven, dat er toezicht zou moeten zijn, ongeacht de wijze waarop het is georganiseerd, bij overheidsinstanties of hoge colleges of wie dan ook, als het gaat over activiteiten van general interest in de public sector. We zien natuurlijk een heleboel dingen die zijn overgeheveld, maar dat nog steeds eigenlijk publiek zijn. Het kunnen de spoorwegen zijn, het ProRail gaat weer terug. Dus het wordt heen en weer gegaan. Maar voor de burgers maakt het niet uit of het de minister is die de baas is of een directeur van de onderneming. Want hij krijgt dezelfde dienst. En hij wil, denk ik, toezicht hebben op wat daar gebeurt. Nou, als het wordt onttrokken en er komt geen ander toezicht voor terug, en dat zien we toch heel vaak gebeuren, dat er onvoldoende dingen toezicht komt, dan is de burger de klos. En bent u dan, laatste vraag Nienke, voorzitter, bent u dan, als u dat zo constateert, die problemen met decentralisatie, bent u voor weer centraliseren van bepaalde taken? Nou ja, dat vind ik nog wel ingewikkeld. Ik ben dus nu heel benieuwd, want we gaan een beetje jeugdwet centraliseren naar 42 regio's. En maar even heel eerlijk,
Of het nou 280 gemeenten of 42 regio's. Ik weet niet of dat een schaalwijziging is die de problemen gaat oplossen. Ik zat vanmorgen inderdaad met minister De Jonge te praten over de hulpmiddelen. En dan zegt hij, ja, misschien moet ik toch een soort van raamwerk geven of een handleiding of een, nou ja, van waar iedereen aan moet voldoen. Dus we hebben een beweging gemaakt, het moet volledig naar de gemeente toe, die zijn, hebben daar beleidsvrijheid. Maar ik wil toch eigenlijk vanuit het centrale niveau regels geven voor die gemeente, zonder de idee los te laten. Dat lijkt mij te wringen met elkaar. Tegelijkertijd dat terugdraaien, hè, we zitten nu in een situatie dat mensen zeggen, ik heb er onvoldoende verstand van om te kijken of dat waar is. Maar er wordt nu gezegd, ja, maar weet je, nu terugdraaien is nog erger dan voort laten bestaan. Nou, die afweging, ik durf niet te zeggen of ik het een of het andere zou kiezen, maar voor de burger zijn ze allebei niet al te best. Maar je zou eigenlijk zeggen, dichter, het idee was natuurlijk, het is dichter bij de burger. Ja. En dat is eigenlijk iets wat ja, wij schrijven daarover, dat was de bedoeling. Die snapten we ook, hebben we zelfs gezegd dat we hem snapten. Ook opgeschreven dat we hem snapten. En nu kijken we en dan is het eigenlijk alleen maar verder weg georganiseerd. Het is over de schutting gegooid. Ja, omdat er onvoldoende kennis is, omdat het te kleinschalig is, omdat het kostenefficiënt moet, noem het maar op. Dus die idee van, we brengen het bij de meest nabije. En bezuinigd, zeker. Dus ook een klein beetje ook. Vind je dat goed? Wat nu je? Nee. Ik gedoog. Ik denk, deze gedoogpartner, die krijgt gelijk. Want het ging natuurlijk gepaard met een bezuinigingsoperatie. Die is nu wel achter de rug. Maar nog steeds zeggen de gemeenten, als wij echt moeten gaan doen wat de decentralisaties voor ogen had, dan moet ik ook nog een keer gaan vragen, wordt alles wat ik nu voor mijn rekening neem voor mijn burgers ook ten volle benut? Een van de dingen die wij over een tijdje vast gaan schrijven, ik ben het aan het voorbereiden, is zeker bijvoorbeeld bij oudere mensen die onvoldoende weten waar ze aanspraak op kunnen maken. Gemeenten zeggen tegen me, als we dat allemaal moeten gaan doen, ik was bij de gemeentesecretaris bij een jaarvergadering, die zei, als we allemaal moeten gaan doen wat jij nu zegt, dan kost het nog veel meer geld. En wordt het nog onmogelijker om het uit te voeren. Siep. Om te beginnen moet ik zeggen dat ik de neiging had om extra hard te klappen, omdat u na de vage mededeling van Ton de Graaf eerder dit jaar de eerste bent die deel uitmaakt van het apparaat en buitengewoon kritisch is op het apparaat of deze essentiële weergang, durf ik wel te zeggen. Dat is toch een beetje wat u zelf ook schetst. Ik geef nog even de korte samenvatting. Er komt uit de grote wereld, de Verenigde Naties, Europa, van alles naar ons toe. Er komt een regeerakkoord, wordt uitgevoerd in de vorm van akkoorden. En vervolgens worden lagere overheden als uitvoeringsorganisatie gebruikt. Dat is ongeveer wat beeld wat u schetst. Ja. En daar haalt u met name het klimaatakkoord als inderdaad buitengewoon helder voorbeeld bij vandaan. Maar ik zou zeggen, je kunt ook de periode van de kabinetten Rutte nemen. Want dat is een akkoordenfabriek, nietwaar? Een akkoordenfabriek van deze aard hebben we niet eerder gehad. Vroeger hadden we sociale akkoorden. Ieder kabinet begon ongeveer met het idee dat je op enig moment met de werkgevers en werknemers in de slag moest. Maar nu ga je ook met Greenpeace en met werkelijk iedereen die je kunt bedenken, behalve die burger waar je het over heeft. Dat is de enige die niet aan tafel zit. Nou, dat is natuurlijk extra interessant. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk in feite ook bij de eerste kabinetten Rutte, die uitsluitend, althans richtinggevend, gingen over het naleven van de euroregels, de EMU-regels, zoals uitgevaardigd in Brussel. Toen het goed en wel voorbij was, bleek dat wij de internationale... De vragen komen. Ik zal het heel praktisch maken ook. Maar ik denk dat het ook nuttig is, misschien ter aanvulling van uw eigen relaas, om deze elementen dan toe te voegen. Maar goed, we hebben dus in deze 9 jaar hebben we 2 top-down georganiseerde trajecten richting burger, met de lage overheden als uitvoeringsorganisatie gezien, met nu het klimaatakkoord en de klimaatwet en het klimaatbeleid als geheel in feite als de grote bubbel die ingrijpender is dan ooit ever, zou je kunnen zeggen. Maar het element wat u even niet noemde was de verkiezingen van 2017. Want je kunt wel zeggen, die belangen, het wat jij net even noemde, de belangenorganisaties die doen hun werk niet. Nou, dat is ongetwijfeld waar. Daarom hebben we die Malieveld toestanden. Dat zijn opstanden tegen de belangenorganisaties in belangrijke mate. Maar wie is de belangrijkste belangenorganisatie? Dat zijn de politieke partijen, dames en heren. Dat zijn onze volksvertegenwoordigers. Wij worden geacht op die mensen te stemmen. Daarom is het ook referendum ingetrokken om de parlementaire democratie zuiverder te maken, zou je kunnen zeggen. Maar dat heeft niet geleid tot verbetering van de parlementaire democratie. Aan de vooravond van 2017 heeft het SCP, wat u al noemde, onderzoek gedaan naar hoe het zat met het klimaat en duurzaamheid en aanverwanten. Er bleek bijna nul belangstelling voor te staan.
En wat is er toen gebeurd? Hebben ze 7 maanden vergaderd? Nee, nee. Ik denk dat we hebben nog even de tijd. Dat zou ik maar zeggen. Ik ben bijna klaar. En er komen interessante antwoorden van de ombudsman naar mijn stellige overtuiging. Vraag 1. Draagt een langere formatie bij aan de ontburgerlijking van dit voor de burgers zo belangrijke proces? Waar wij bij het klimaatakkoord hebben gezien dat voor de verkiezingen ging het er niet over. En na 7 maanden bleken wij plots in koploper van de wereld te moeten worden op klimaatgebied. Die 49% waar je over hebt. Is nooit met de kiezer overlegd. Dus heeft niet de parlementaire democratie hier gewoon in dat proces schade geleden? Moeten wij niet toe alleen om die reden om kortere formatieperiodes? Want we weten dat meneer Shell en meneer Greenpeace of de aanprent, maar zeker meneer Shell en meneer Unilever wel toegang hebben tot het proces en de burger niet. Dus na 7 maanden zijn de verkiezingen vergeten. Vraag 1. Vraag 2. Wat voor overwegingen geven die ministers die u tegenkomt en liever niet over burgers hebben? Wat zit daarachter naar uw eigen overwegingen? Misschien hebt u daar wel eens iets over gehoord. Okay. Moeten de formaties korter? Ik vat het even samen. Ik zou zeggen ja, graag. Opmerking op het rest mag ook. Maar de... Ik ben door het parlement aangesteld. Dus de enige die niet door de koning is beëdigd, maar door de voorzitter van de Tweede Kamer. Als het gaat over die hoge colleges. Mijn werk is om ervoor te zorgen dat de Tweede Kamer, maar ook de Eerste Kamer, maar zeker de Tweede Kamer, is geïnformeerd over wat ik tegenkom in mijn werk. Als er een hele lange formatieperiode is, dan is er voor die boodschap veel minder aandacht. Want die dingen worden in die periode niet of nauwelijks aangepakt. Of ze worden nog besproken in formatietafels dan op andere manieren. Dus als ik vanuit mijn eigen vak denk, mijn eigen opdracht, dan heb ik er baat bij dat die formaties zo kort mogelijk duren. Want dan kan de politiek weer aan zijn eigenlijke werk, namelijk voor de burgers aan de slag. Dat zou mijn eerste antwoord zijn. Het tweede is dat ongeacht of het nou een lange of een korte formatie is, dat we in de afgelopen jaren hebben gezien dat de volksvertegenwoordiging er grote moeite mee heeft om zich in dat veranderende veld, Europa en nog hoger aan de bovenkant, de gemeente en andere overheden, lagere overheden, mede-overheden aan de onderkant, om zich daar een positie te verwerven. Dus ik heb wel eens gedacht, het is een beetje een boude veronderstelling, dus doe het maar even, ik heb wel eens een keer op een andere manier uitgesproken dat ik zeker weet dat, maar nu niet. Maar ik heb dus gedacht, blijft de centrale overheid niet uiteindelijk een organisatie van uitvoeringsdiensten? En verder is het maar de vraag of de relevantie van de politieke afwegingen, als ze daar niet veranderingen aanbrengen, overeind kan blijven. En dan hebben we straks te maken met de centrale Europese, in ieder geval bovennationale overheid, die regels en richtlijnen en verordeningen uitvaardigt. Die moeten in Nederland worden uitgevoerd en geïmplementeerd. En vervolgens slaan we het nationale niveau over. Want daar waar het echt moet worden uitgevoerd, is op het niveau van de mede-overheden in de provincie en in de gemeente. Dus de relevantie, ik vind ook dat de Tweede Kamer zijn relevantie, als het daarom gaat, echt moet gaan bewijzen. En dan komt die burger wat mij betreft aan de bak. Want de Tweede Kamer heeft mij aangesteld om het burgerbelang naar voren te brengen. Dus daar hebben ze een kans om te laten zien dat ze er voor hun kiezers, liever in mijn woorden voor hun burgers, ook zijn. Maar laat de Tweede Kamer zich buitenspel zetten? Ik weet het niet, want ik ben daar niet bij. En ik wil er ook maar niet bij zijn. Maar met al die akkoorden? Dat zei Ankie Broekers. De Kamer mag alleen nog maar tekenen bij het kruisje. Stempelmachine werd gezegd. Ik heb geen inzicht, ik heb er ook nooit naar gevraagd, naar wat de invloed van bijvoorbeeld de coalitiepartijen is op een akkoord. Dat zou een interessante studie kunnen zijn. Hebben alle partijen daar wat te zeggen? Want het is immers iets wat later wordt afgestempeld. Ja. Op een gegeven moment schrokken ze erg in de Kamer, volgens mij, van wat gebeurt er allemaal. En dan gingen ze een cockpit overleggen. Zelfs dat regeerakkoord is natuurlijk voor de regeringsfracties meestal een dictaat. De klimaatwet was een initiatiefwet. Dat is ook nog wel bijzonder, weliswaar overgenomen, het was een initiatiefwet. Dus het is heel ingewikkeld. Ik heb geen inzicht in hoe aan de tafels waar de akkoorden worden gesloten, wie daar wat zegt en wiens stem daar gehoord wordt, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect. Nee, maar als u dat al niet heeft, dan heeft de burger dat dus al helemaal niet. En die ziet een soort amorfe toestand. Dus de vraag is dan, wie gaat die controle dan uitoefenen op wat daar gebeurt?
En ik zag een interview met Paul het Hart in de Volkskrant afgelopen zaterdag, waarin hij ook iets zegt over het functioneren van de parlementaire democratie. En dat er dus andere organisaties, hij noemde gelukkig de ombudsman ook, maar dat er anderen zouden zijn, moeten zijn, die die functie overnemen. En dus de Tweede Kamer, het parlement dat de wetten maakt, de ieder binnen de regeling, dat daar wel de focus weer op komt. Want anders gebeuren er dus deze dingen, denk ik, waar de burger uiteindelijk niks voor koopt. En ik had nog een tweede vraag, een hele korte vraag even. Ja. Namelijk, waarom hebben ministers een hekel aan het begrip burger? Ik heb geen idee. Zelfs ministers die geschiedenis hebben gestudeerd, waarvan je toch zou zeggen, die kennen de betekenis van het woord burger. Maar ze willen het hebben over inwoners of over de andere Nederlanders. En ik denk, het gaat over de burger. Het gaat echt over de burger. Maar zou dat niet illustratief kunnen zijn? Het feit dat er een afkeer bestaat of iets van die aard, begrijp ik uit die woord? Ik kom het vaak tegen te zeggen, liever inwoner, liever... Want ze vinden burger geen... Ja, maar een burger is iemand waarvan die als partij in ons stelsel kunt zien. Ja. Terwijl een inwoner is een soort consument of iemand die een plicht oplegt of zoiets. Ja. Dus vandaar mijn vraag. Mijn connotatie bij burger is burgerrechten, burgerplichten, mee kunnen doen, verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid dragen, maar ook verantwoordelijkheid geven. En het zou dus kunnen zijn dat ergens in die akkoordenfabriek en die top-down machine die burger uit beeld is verdwenen. Maar dat zegt dat is mijn verhaal. Ik ga proberen het iets beknopter te doen dan mijn buurman. Maar ik ga, daar ben ik ook blij mee. Ik ben heel kritisch over de geboorte van het klimaatakkoord. Ja. En ook over het preventieakkoord en ik denk ook over het pensioenakkoord. Zeker. Is er een akkoord waar u wel gecharmeerd van bent? Waarvan u denkt, dat zou een voorbeeld moeten zijn voor hoe het zou moeten? Nou, eigenlijk, als je dat zo vraagt, heb ik nu geen antwoord. Dus ik vind dat het als het debat niet echt plaatsvindt in de Tweede Kamer, met het afwegen van alle voor's en tegens, waarbij de stem van de burger gehoord wordt, dan is dat ik heb nu niet een akkoord waarvan ik zeg van dat is daar gebeurd. Ik geloof het niet dat er is. Maar geloof je überhaupt in het goede van een polderakkoord? Of is dat per definitie iets verkeerd? Nee, ik geloof best wel in het overbruggen van tegenstellingen. Het laten zien dat je bereid bent om toe te geven. Dat je niet alleen maar er staat omdat je met een geel hesje. Of omdat je er staat omdat je een... we hebben het gezien, Malieveld had het net genoemd. Iedereen kan tegenwoordig naar Malieveld. Dat is niet volgens mij de manier waarop wij besluitvorming laten plaatsvinden. En overwegingen tegen elkaar afwegen. Het algemene belang en de uitkomst daarvan is een afweging. En die wil ik zichtbaar voor alle burgers in Nederland hebben. Maar is niet de essentie dat... De suggestie van algemeen belang die uitgaat van die akkoordenmachine, dat die vals is. In die zin dat het helemaal niet algemeen belang hoeft te zijn, maar een uitruilproces van die mensen die dat toevallig aan tafel zitten. Dat is het verhaal van mevrouw Broekers, wat ze hield. Waar ze zei van, en wat ik ook wel zelf heb, dat ik denk van, ik weet niet hoe daar de afwegingen hebben plaatsgevonden. Wat ik zie is het akkoord. Maar ik zie niet de afweging, het gesprek, de discussie, de oneenigheid en het uiteindelijk samenkomen en een mening vormen. Maar hoe ziet u dat voor? Want we hadden van die mooie klimaattafels. Hè? Ja. En er zaten 100 partijen, misschien wel 200, ik weet het niet precies. Hoe had de burger daar aan tafel moeten zitten? Had hij een eigen stoel moeten hebben? Ik los dat op, hè, dat probleem, het is een probleem. Dat los ik op door te zeggen, je moet dus naar die burger toe. Die klimaattafels die hebben wel een rond door het land gemaakt. Ja, hè? Die gingen naar zaaltjes, daar kon je melden. Ja, ik ben het gaan bekijken. Hè. Wie zijn dat dan? Nou, dat was net die groep waar ik het over had, die wat hoger opgeleid is, enzovoort. Die overigens ook veel problemen hebben, want wij zien het in onze praktijk, hebben het gezien rondom windmolenparken. Maar er zijn meer van dat soort grote infrastructurele projecten. Waar we zien dat lang niet alle burgers daar aan de slag komen en aan bod komen. Dat is dus echt een probleem. Dus dat je moet garanderen, en dat is volgens mij ook waarom we een representatieve democratie hebben. Je moet garanderen dat de stem van de burger wel aan bod komt in de discussie. Niet omdat die gelijk moet hebben, maar omdat het gehoord moet worden. En het zichtbaar moet worden meegenomen en afgewogen op een begrijpelijke manier. En dan hoef je niet gelijk te krijgen. Maar is er ook niet een probleem? Ja, de burger bestaat natuurlijk ook niet. Dus iedereen vindt wat anders. Zeker. En het algemeen belang zal iedereen anders definiëren vanuit zijn eigen positie. Maar uiteindelijk maken we wel keuzes. Dus die eerlijke overheid, die transparante overheid, en dat is een raar woord misschien transparant, maar het is toch wel belangrijk dat we weten wat de overheid doet en dat zichtbaar maakt. En dan vervolgens zeggen, en dit is het. En nu gaan we daarmee aan de slag. Dat is wat wij in ieder geval horen, en als we spreken met mensen, dat ze zeggen, dan begrijpen we het best. We willen best dingen doen waar we het eigenlijk in eerste instantie niet mee eens waren.
Maar als het maar duidelijk is dat wat ik te zeggen had, dat gehoord is. Dus we gaan ook in ons eigen werk, wat we doen het komende jaar, in onze agenda, waarin we de thema's benoemen, gaan we het niet meer hebben over participatie en inspraak, want dat is één moment. Dan mag je gaan staan in de gemeenteraad. En denk eens, nou hebben we weer gehad, vinkje. Maar van participatie en invloed moet het worden. Waar kunnen mensen merken dat wat zij vinden en hebben laten weten, dat het van invloed is geweest op de afweging? Zonder dat je daarbij zegt, en natuurlijk krijg je altijd gelijk. Want dan ben je tegenwoordig op Malieveld. Want daar ben je voor je gelijk en niet voor de afweging. En u vindt dat er dan iets te veel naar het Malieveld gebogen wordt? Ik vind het wel een fenomeen. Hè? Ik heb natuurlijk ook wel wat geschreven over demonstratierecht. Als schurend grondrecht. Maar de vraag is of wat er nu op het Malieveld gebeurt, en ik heb geen antwoord, dat is echt een vraag voor mij, of wat op het Malieveld gebeurt, of dat iets te maken heeft met dat demonstratierecht. Dat weet ik nog niet. Je mag wel voor je mening uitkomen, dus het mag altijd, maar het is gewoon daar zeggen, ik heb gelijk en je moet naar me luisteren. Dat is iets anders. Is dat dan niet het kenmerk van een demonstratie? Ik denk dat een demonstratierecht is het recht om te zeggen waar het volgens jou op staat, en daar houdt het dan ook vervolgens op. Het is niet het recht om te zeggen, en dan moet je binnen vijf dagen antwoord geven. Ja. Precies. Dat is net even één ding te ver. En ik zie in een aantal manifestaties, niet eens zozeer demonstraties, maar manifestaties, dat het eigen gelijk wordt opgeëist. En voor een deel, denk ik, is dat veroorzaakt door het feit dat mensen in een eerdere fase onvoldoende hebben kunnen laten weten waar het om gaat. Ja, dus mensen voelen zich niet betrokken, eisen hun gelijk, en daar wordt dan wel misschien dan ook weer te snel naar geluisterd? Ik ben onvoldoende, laat ik zeggen, academisch geschoold op dit terrein, maar als ik kijk vanuit mijn eigen praktijk, is dat wat ik zie. Mensen worden onvoldoende gehoord en geraadpleegd. Als ze het zelf niet kunnen, wordt er ook niet aan ze gevraagd, wat vind je daarvan? Vervolgens vinden ze dat niet terug in de afwegingen die worden gemaakt. En dan krijg je een uitkomst die onwelgevallig is, voor jou, voor anderen misschien niet, en dan ga je zeggen, het moet anders. En dan ben je te laat en dan heb je verzet. Als je kijkt naar de komende 10-11 jaar dat klimaatakkoord moet worden uitgevoerd, met grote gevolgen voor hoe mensen leven, wonen, hun huis verwarmen, auto rijden. Nou ja, er is nogal wat aan de hand. Bent u dan optimistisch over hoe dat gaat verlopen? Ja, ik ben een grenzeloze optimist. Maar u klinkt namelijk heel zorgelijk. Ik heb best wel wat zorgen over hoe het gaat. Hè? Dat heb ik ook verteld hier vandaag. Maar ik denk echt dat er ook een andere manier is om het voor elkaar te krijgen en te doen. Zonder het probleem te bagatelliseren of te ontkennen. En er zijn een aantal dingen, want we hebben problemen met overgewicht in het preventieakkoord. En roken is nou eenmaal, weet je. Dus er moeten echt wel een paar dingen gebeuren. Maar het kan op een andere manier, waardoor we. Mijn inzet is om ervoor te zorgen dat er betrokkenheid is. En dat er dan ook acceptatie is van wat de uitkomst daarvan is. En dat we daar ons ook voor inzetten en niet alleen maar in het verzet gaan. En waar ziet u dan redenen voor dat optimisme? Waar baseert u dat? Op zijn karakter. Ja, dat is wel waar. Maar zijn er ook feiten die dat ondersteunen? Eigenlijk zou je dat aan mijn moeder moeten vragen. Die zegt ook grenzeloos optimist, dat heeft ze altijd. Zet, maar goed. Zet het onder het rapport, het is allemaal, het deugt allemaal niet. Maar ik denk dat het goed komt in Nederland. Ja. Wel gewoon in wat we in een aantal van die gemeenten die zich echt inspannen om dingen te doen voor hun inwoners, daar bereiken ze wat, waar ze mensen echt mee laten praten. Een heel simpel voorbeeld, we kunnen met z'n allen zeggen, nou ja, weet je, we moeten ervoor zorgen dat in alle bejaardentehuizen nu een loket komt, want dan kan iedereen zijn paspoort verlengen. Nou, dan gaan we het organiseren, kost heel veel geld. En een gemeente die vraagt van, hoeveel mensen zouden er zijn die de komende 10 jaar hun paspoort moeten verlengen? Nou, dan blijken er heel weinig te zijn, want de paspoortwet is net veranderd. Weet je, dus dat soort slimme dingen en tegelijkertijd dingen overlaten met vertrouwen. Dus overal eigenlijk waar wij in ons werk en in de dingen die we onderzoeken en uitzoeken zien dat een overheid vertrouwen geeft, komt er vertrouwen terug. En dat vertrouwen is een heel moeilijk woord, want ik vind het ook ingewikkeld om te zeggen dat het voor de ombudsman is om daar iets over te vertellen over dat vertrouwen er zou moeten zijn. Maar we kunnen wel ernaar kijken en zien daar waar mensen de kans krijgen om hun eigen situatie te regelen, ruimte krijgen, mee mogen praten, dat daar ook het vertrouwen terugkomt. Sorry, nog één vervolgvraag. Tijdens Prinsjesdag was er in de Tweede Kamer een van de grote inzichten die je hoorde van de hele Tweede Kamer was, de uitvoeringsdienst van de overheid functioneren niet zoals ze zouden moeten. Ja. En toen is er ook een parlementair onderzoek aangekondigd, dat is kamerbreed aangenomen, naar hoe die uitvoeringsorganisaties eigenlijk in de problemen zijn gekomen en de menselijke maat uit het zicht zijn verloren. Ja. Is dat nodig? Bent u daar blij mee? Of zegt u, nou ja, ik sta hier al jaren te vertellen wat u nu vraagt? Het is natuurlijk wel een beetje l'histoire se répète, hè, of een soort van repeteergeweer.
Want we hebben het heel vaak al gezegd. We hebben ook een aantal rapporten geschreven waarin we het volgens mij ook echt aantonen dat er iets aan de hand is. De vraag is wel, waar wordt het door veroorzaakt? Voor een deel wordt het veroorzaakt door de opdracht die uitvoeringsdiensten krijgen van de politiek. De manier waarop ze hun werk moeten doen. De controles die er per se moeten plaatsvinden. Vanuit wantrouwen naar de burger. Je kunt dezelfde dingen op een hele andere manier doen. Ik ben te lang strafrechter geweest om te ontkennen dat controle en handhaving belangrijk is. Weet je, dat is echt heel belangrijk. Maar de manier waarop je het doet en wie je dan target en waar je het... Weet je, we hebben zoveel gezien dat gedrag werd gelabeld als frauduleus, strafbaar. En dan is er een fout gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik Macron aanhanger ben die zei, je moet allemaal één keer een fout kunnen maken zonder consequenties. Maar we zien wel heel veel voorbeelden waar mensen gewoon door dat rare woud van formulieren, uitleg, systemen, iets verkeerd doen en dan gaat het fout. En dan ben je nou voor je leven getekend. Bedoelt u dan de Belastingdienst of meer? Belastingdienst, toeslagen. Het kan bij het UWV zijn. Iemand die zijn werkbriefje vroeger op papier kon inleveren en dat nu moet doen via een beeldscherm, maar digitaal niet vaardig is, waardoor hij als hij naar pagina 2 wil ineens een zwart gat ziet, want dan doet hij er te lang over. En dat heeft consequenties. Mensen die zeggen, je hebt recht misschien op een bijstandsuitkering, maar dan moet je nu wel dit formulier invullen. Heb je een e-mailadres voor nodig? Die mevrouw had geen e-mailadres, gebruikt een net nieuw gemaakt Gmail-account, maar ze heeft geen computer, mist het eerste mailtje, namelijk u moet woensdag komen. Als u niet komt, krijgt u geen uitkering, ze krijgt geen uitkering. Nou, daar gaat het om. Als we dat niet veranderen, in het hele rechtstreekse directe contact van de overheid met zijn burgers, en in dit geval die uitvoeringsdiensten en die organisaties, dan gaat het fout. Maar voor een deel wordt het veroorzaakt door de regels die er worden gemaakt en de verbijzondering. Alles wat een keer is fout gegaan, krijgt vervolgens een nieuwe regel met daaraan gekoppeld een verbod. Of een label, als je dit doet ben je fraudeur. Dat kan een overheidsorganisatie niet aan, zo'n uitvoeringsorganisatie kan het niet aan. Of het nou DUO is, of het CBR, maar we worden plat gebeld nog steeds over dingen bij het CBR. Ja, weet je, dat zit toch in de systemen en de manier waarop dingen moeten worden uitgevoerd, opgedragen door de beslissers. En het is ook, dus de vraag is vooral ook aan beleid, ik kan niet precies zeggen wat beleid is, maar we vragen aan beleid, hoe kan het dat dit het gedrag is wat je wil dat die overheids- en die uitvoeringsdiensten vertonen? Want het is contraproductief, het kost heel veel geld, de burger is er dupe van en de echte fraudeurs, is mijn hobby om dit te zeggen, de echte fraudeurs worden niet gepakt. En als u naar dat landschap van problemen kijkt, ja, u blijft een optimist, maar u maakt toch vrij zorgelijke analyses. Ja. Hè, dus u kijkt naar dat landschap van problemen en u moet hiernaast, daar zit ze geloof ik, meegeven top 1 en nummer 1 en 2 prioriteit om nu onmiddellijk te verbeteren. Oh, daar heb ik. Nummer 1 is, maak regels, wetten, die voor iedereen begrijpelijk zijn, dat ze dus kunnen gebruiken. Wij maken wetten voor, we moeten allemaal toch uiteindelijk bij de rechter ons gelijk kunnen halen. Die wetten zijn er voor de mensen om het samenleven samen te kunnen regelen, zonder die advocaat en zonder die rechter. Het moeten heldere regels zijn, die begrijpelijk zijn, die het samenleven van mensen regelen, waardoor ze niet naar andere juristen of naar de ombudsman zouden moeten. Dat is nummer 1. En dat is niet gelukt. Sinds Lubbers is er geen regel afgegaan, zijn er alleen maar regels bijgekomen. Dat is 1. En vervolgens moeten we ervoor zorgen dat de mensen die niet makkelijk meekomen, en ik begon daarmee met mijn verhaal, die niet goed kunnen lezen en schrijven, die een verstandelijke beperking hebben, die op een andere manier moeilijk mee kunnen komen in de samenleving, die schulden hebben, die doen niet meer mee. En dat zijn er een paar miljoen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van onze samenleving. Dat zijn de twee dingen die ik zou willen veranderen. Mag ik iets over vragen over het laatste? Ja, tuurlijk. Als jij het goed vindt. Ja? Ik? Ja, sorry. Je was zo. U heeft eerder gepleit voor... Je hebt al je spreektijd al opgemaakt. Nou, dat is een nieuwe regel, die accepteer ik niet. Er staat geen sanctie op. Bart! U zegt, er moet eigenlijk in elk gemeentehuis een loket komen. Ja. Mensen fysiek met al hun vragen terecht kunnen. Dus ook als er problemen met klimaatakkoord, ik noem maar wat, kan de Belastingdienst zijn, maar het kan alles zijn. Ja. Dat klinkt natuurlijk heel erg goed en prettig, maar dat kan natuurlijk ook een recept voor nog veel meer teleurstellingen zijn. Bent u daar niet bang voor?
Nou ja, ik redeneer vanuit nu waar het niet het geval is. Dus mensen blijven er dan mee zitten. Die komen niet verder. Die houden die vraag, er gebeurt niks mee. En ik denk, kijk, maar even vergelijken met wat wij doen op ons kantoor. Die 30.000 keer dat wij gebeld en gemaild worden, dat gaat over van alles en nog wat. En we geven op alles een serieus antwoord. En als je belt over Zanussi, zoeken we nog voor jou dat 06-nummer op van die monteur. Het klimaat. Ah. Ja. Wat is uw telefoonnummer dan voor alle vragen? Gelukkig heb ik van koelkasten geen verstand. Akkoorden zijn natuurlijk ingewikkelder. Maar ik moet er wel bij zeggen dat wij daarover nog nooit vragen hebben gehad. Wel vragen over, wat doet het akkoord in mijn achtertuin? En hoe komt die windmolen daar? En wat gebeurt er met de CO2-uitstoot? En hoe zit het, ook varkenshouders, hoe zit het met het uitbreken van Q-koorts? Is dat nu wel of niet veilig? Die vragen krijgen wij. Ook dingen waar we helemaal op dit moment, heb je daar een klacht over? Nou, nee. Maar we vertellen wel wat er aan de hand is. We vertellen wel waar het zit. We vertellen ook waar ze terecht zouden kunnen. En we zeggen er vaak bij, als het daar niet lukt, mag je terugkomen. Dus dat is mijn loket-idee. Dus als vragen te moeilijk worden, mag je ook zeggen, dat is echt te moeilijk voor mij. Maar je mag niet zeggen, verkeerd verbonden. Maar mensen mogen dus met alle vragen, ook over landelijk beleid, naar dat ene loket, wat u betreft. Ja. Wij hadden vroeger zelf een soort van formulier moest je invullen. Hè? Is het langer dan een jaar geleden? Want dan hoef je namelijk te zeggen, nou, dan doen we het niet, want het is langer dan een jaar geleden. Bent u al bij de politie geweest dat een politieklacht was? En wat was dan de uitkomst? Allemaal vragen daarover. We hebben het hele formulier aan de kant geschoven. En we zeggen, waar gaat het over? En we bellen u terug. Siep, nou ben ik zo benieuwd. Ja, ik zelf ook een beetje. Nee, we hebben het natuurlijk in ieder geval op zijn minst terloops gehad over de mankerende democratie. Zeker op het niveau van de Tweede Kamer, kun je zeggen. Dus de vraag of onze volksvertegenwoordiger op dat niveau wel goed werkt in die akkoordenmachine en zo, is al enigszins belicht, maar niet die van de gemeenteraad. Of er tenminste dus hooguit terloops langsgekomen. En we hebben al gezien dat die gemeente, net als de provincie, maar zeker de gemeente, fungeert als de uitvoeringsapparaat, ruwweg gesproken. Al dan niet samen met die andere organisaties, zoals allemaal in zit, met andere gemeenten. Dus dat is op zich al een ondermijning van de gemeentelijke democratie, dat de democratie zich niet alleen in de gemeente bestuurlijk en zo, maar ook in al die regio's afspeelt. De RES zal ik maar even noemen als voorbeeld daarvan. Maar als je nou gemeente bent, en de gemeenteraad staat al buitenspel, ruwweg gesproken, maar als je al gemeente bent, ben je wel verplicht om al die regelingen van, in dit geval vooral BZK en EZK uit te voeren. Ja. En wat vragen ze dan? In die akkoorden of buiten die akkoorden, dan vragen ze bevoegdheden. Ze vragen bijvoorbeeld het binnentredingsrecht om mensen van het gas af te sluiten. Dus mijn vraag luidt, is er niet een dubbele erosie van de democratie gaande? Namelijk A, in de zin dat de lokale democratie wat ondermijnt. B, omdat de lokale bestuur bevoegdheden eist, wenst, krijgt om, noem het toch wat, dictatoriaal ogende maatregelen door te voeren. Vooral dat laatste zou mooi zijn. Ik begrijp dat ik ja moet zeggen. Maar ik heb er nog nooit over nagedacht. Dus dat is lastig om dan geef ja niks, te zeggen. Geef niks. En ik wil niet op de overheid gaan lijken. Wat? We bellen terug. Oh, bel me terug. Ja. Goed. Ik bel wel terug. Don't call us, we call you. Maar ik zie wel daar meerdere bewegingen. Aan de ene kant wordt er ook gevraagd om meer bevoegdheden. Hè? En tegelijkertijd, praat maar met burgemeesters die in het nieuwe BOPZ, dat krijgt een andere naam, maar daar allerlei bevoegdheden krijgen, die in die geestelijke gezondheidszorg en in opvang. En daar zit echt ook weerstand. Hè? Ze vragen soms bevoegdheden om panden te mogen sluiten. En tegelijkertijd vinden ze het eigenlijk helemaal niet hun taak. Maar ze willen graag dat het op orde is in die straat daar waar gewinkeld wordt. Dus er zit een soort van behoefte achter om wel de boel op orde te krijgen. Daar hebben ze, als ze het willen gaan doen, die bevoegdheden voor nodig. En tegelijkertijd vinden ze eigenlijk dat ze dat niet zouden moeten hebben. En dan is het dus de vraag, maar wie zou dat dan wel moeten doen? En dat is echt, op die vraag heb ik geen antwoord. Ik weet wie het vroeger had. Excuse me, ik noemde nu juist dingen waarvan de democratische legitimatie niet helemaal overtuigend is vastgesteld, laat ik zo zeggen. Nou ja. En ook nog eens een keer met extra, wat ik dan noem, dictatoriale bevoegdheden worden geïntroduceerd. Ja. Laat ik gewoon eerlijk zeggen, interessanter om daarover na te denken. Ik heb daar nu op die manier geen antwoord op. Stel me een beetje teleur. Ja, dat snap ik. Maar je wordt teruggebeld. Ik zal nadenken. Dat bedoel, ik bel terug. Ja, dat is goed. Ja. Wij nemen op. Maar
een van die punten is inderdaad, hè, wat, van die democratische legitimiteit, ook van, zeker van al die samenwerkingsorganisaties die er dan komen, of al die verschillende lagen die er eigenlijk gecreëerd worden. Zegt u eigenlijk ook, ja, de democratie wordt steeds meer buitenspel gezet? Nou ja, de patronen die ik heb verteld hier, die duiden daarop. En ik ben een enorme optimist en ik hoop dus echt dat we dat terug gaan halen. Want daar hebben mensen echt behoefte aan, rechten op. Het maakt samenleven mogelijk. Het gaat om de toekomst. Het gaat ook om onze kinderen. Iedereen roept natuurlijk om de kinderen. Maar het is echt zo. Dus die betrokkenheid die moet gecreëerd worden. En die verantwoordelijkheid moet genomen worden. En ik denk dat je alleen maar weer iets krijgt als een vertrouwde wetgever als de burgers die moeten stemmen, want daar gaat het uiteindelijk om, dat die dat vertrouwen weer kunnen geven. Ja. Dus dat vertrouwen moet gecreëerd worden, dat is echt heel belangrijk. En dat ze weten waarvoor ze stemmen en dat die mensen er dan ook echt over gaan. Nou ja, en dat dus met zich meebrengt, want dat is dan mijn hoop, hè, dat is toch maar dat optimisme, dat betekent dat ook al denk je er anders over, dat je dan wel accepteert dat dit de uitkomst is. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Wij krijgen burgers tegen overheden met vreselijke onredelijke klachten. Maar we krijgen ook overheden die vreselijk onredelijk op klachten reageren. En onze inzet is om ervoor te zorgen dat die verhouding tussen die burger en die overheid weer op gang komt. Want als je de overheid en de burger van elkaar scheidt, dan gaat het fout. Individueel, maar als je het op grotere schaal doet, helemaal. Bart, zijn er nog andere? Nou, u ging in uw lezing ook even in op de rol van de pers. Dan zijn we altijd even alert. Hè? Ik vond dat moest doen. Heel goed, heel goed. U vindt ons een belangrijke taak hebben in dit verhaal. En dat ben ik natuurlijk geheel met u eens. Maar de tendens is, er wordt steeds meer gedecentraliseerd. Er wordt ook veel meer uitbesteed aan de publiek-private organisaties. En dingen raken uit zicht en de burger weet de weg niet meer. En dan ligt er dus een hele belangrijke taak voor de lokale en regionale pers, ook met name. En die heeft het ontzettend zwaar. Ja. Daar werken steeds minder mensen. Er zijn natuurlijk heel veel gemeenteraden, vergaderingen waar geen journalisme bij zit. Nee. Hoe ziet u dat? Hoe moet dat dan? Dat vind ik echt. Nou ja, als je met mensen erover spreekt, bij mij in het dorp waar ik ben opgegroeid, die vinden het heel erg dat hoog en laag niet meer bestaat. Ik kom uit Oosterbeek, Oosterbeek hoog, Oosterbeek laag. Dat heet hoog en laag, dat blaadje. Dat is er niet meer. Dus niemand weet meer waar het over gaat en of er op de stationsstraat een bouwvergunning is verleend. Of dat er een bomenkap aanstaande is, of dat er een inspraakavond is. Dat is echt killing voor wat ik bepleit, namelijk die actieve betrokkenheid van mensen erbij. En dat is ook, en de pers kan ook verslag doen van wat er is gezegd. En alles wat er daarvoor in de plaats zet is surrogaat. Maar het is een feit dat het niet meer te betalen is of dat er andere wegen worden gevonden. Er was zelfs een tijdje lang een digitale versie. Dat is ook niet meer te doen, want de arbeidskosten zijn te hoog. En dan houdt het op. En dan moeten we het hebben van Rijn en weet ik veel wat. Maar wat is dan het antwoord? Want er zijn bijvoorbeeld ook gemeenten die uit bijna pure armoede betalen die hun eigen verslaggever. Ja. Die dan in dienst is van de gemeente en dan een stukje schrijft over de vergadering. Dat lijkt mij niet persoonlijk niet helemaal het antwoord. Nee, maar als er niks anders is, dan liever dat. En dan krijg je natuurlijk weer slagenkut zijn eigen vlees of in dienst van. Maar het gaat in de eerste instantie om de informatie die mensen moeten hebben en weten wat er speelt. En bij wie je ook in dienst bent, je kunt best wel eerlijke informatie geven. En dat is wel heel erg belangrijk. Echt heel erg belangrijk. En daarna gaat het van, wat vinden we daarvan? Maar de eerste stap is weten waar het over gaat. Dus meer gemeenten zouden dat eigenlijk moeten doen? Ja, als het commercieel niet haalbaar is, dan zou ik zeggen, mijn betoog om de burger actief te betrekken, betekent ook actief van informatie te voorzien. En niet alleen maar zeggen, u kunt de vergunning downloaden en de tekeningen. Maar dan moet u wel eerst, weet ik veel wat, installeren. Anders kun je die tekeningen niet zien. En nou is het natuurlijk altijd makkelijk. Hè? Wij journalisten zeggen dan al snel, wat moet de gemeente doen? Of wat moet het Rijk doen? Maar wat vindt u dat de journalistiek moet doen? Ik zou zeggen dat je je eigen standaarden moet handhaven. Bij wie je ook in dienst bent. Je hebt een vak. Je hebt een opdracht. Je vindt dat je de vrije media bent en dat je moet kunnen zeggen waar het over gaat. Maar als je die standaarden handhaaft, dan zou het mij niet kunnen schelen of je bij de gemeente Renkum in dienst bent. Of bij een krant of bij een. Weet je, dat maakt niet uit. Nee. Ik vind dus wie er ook spreekt, het moet in ieder geval iets zijn waar de burger wat aan heeft. En wat klopt met wat er in het akkoord staat. Of met wat klopt wat morgenavond besproken wordt in de gemeenteraad. Of wat klopt met de vergunning die is afgegeven. Of wat klopt met de verschillende meningen die er zijn. Dat is heel belangrijk. Dus eerst, en het is natuurlijk heel erg populair om te zeggen, facts.
Maar het gaat wel om de eenduidigheid van de informatie. En de interpretatie en de uitwerking daarvan, dat is vers 2. En daar mogen er alle meningen over verschillen. Maar er zijn gewoon dingen die zijn omdat ze zo zijn. En die moeten gemeld worden. Helder. Marieke, heb jij nog iets? Ja, ik zat één ding net te bedenken. Praat u wel eens met ombudsmannen in het buitenland? Ja. Is het daar beter of erger? Allebei, dus allebei. Dus, leuke vraag. Waar is het dan erger? Dat is fijn. Nou, bijna overal. Wij doen het zo goed. Ik leer heel veel van mijn Ierse collega. Die bijvoorbeeld op dat terrein van public service and general interest. Op een gegeven moment heeft gezegd van weet je, al die scholen in Ierland, die worden gewoon 100% met overheidsgeld gefinancierd. Ik ga er weliswaar niet over, maar als het met overheidsgeld is gefinancierd, dan ga ik er wel over. En daar is er, vervolgens is daar geen bezwaar tegen gemaakt, en nou is praktijk. Dus ik dacht, oh, dat is een mooi voorbeeld. Ik worstel zelf ook wel met onderwijs, want sommige universiteiten, bijvoorbeeld Rijksuniversiteiten, daar kun je wel klagen en bij mij terechtkomen en bij ons kantoor, maar een andere weer niet. Dus dat is een beetje gek. Dus ik zou wel willen dat daar eenheid komt. Het gaat ook over de zorg, hè? Dingen die in de WMO gebeuren bij ons, soms de ombudsman, soms ook nog de zorgombudsman, om het maar even zo te noemen. Ik vind dat Ierland dat goed op een rijtje heeft gezet. Er zijn natuurlijk, ik was net in Sarajevo, nou, daar heeft de ombudsman nog wel wat steun nodig om een positie te krijgen. Dat ze hem gaan uitnodigen om te vertellen wat hij ervan vindt. Dus daar is het helemaal nog niet op orde. In Griekenland is het, daar zie je wat er is gebeurd in de afgelopen 10 jaar in de crisis. Wat daar ook de kwaliteit van de overheid heeft gedaan. Wat dat met de kwaliteit van de overheid heeft en het werk bemoeilijkt van mijn collega. Dus er zijn enorme verschillen. Wat ik wel probeer is om met die ombudsmannen, die collega's, waaronder ook veel vrouwen, gelukkig. Wat is dat, ombudsman of ombudsvrouw, is altijd zo'n ding. Maar goed, het zijn ombudsmannen. Om daar op één lijn te komen. Bijvoorbeeld op het terrein van de integratie van vreemdelingen en vluchtelingen. Weet je, dat zou toch binnen de context van Europa, zou daar toch een zekere eenduidigheid moeten zijn wat overheden daar aan vreemdelingen en vluchtelingen bieden. Nou, daar proberen we dezelfde dingen te doen, maar daar zien we dat de verschillen groot zijn. Ik was daar in Sarajevo ook bij ons ambassadeur bezoek, en als je dus nu ziet wat er gebeurt aan de grenzen daar, nou, dat heeft weinig te maken met de manier waarop wij vanuit onze situatie aankijken tegen wat we vreemdelingen en vluchtelingen zouden moeten bieden. Ik ga binnenkort met mijn Griekse collega naar Lesbos, om daar te zien hoe het daar is. Niet zozeer als Nederlandse ombudsman, maar wel als lid van het bestuur van de Europese Vereniging van Ombudsmannen, die van plan zijn om daar iets over te laten weten en te merken. Maar de verschillen zijn groot. Ze zijn echt heel groot. En hoe wordt er naar u, geluisterd in Nederland? Is dat de afgelopen jaren veranderd? Het was tot 6 uur, toch of niet? Nee hoor, ik heb net gehoord dat we... Nee, ik vertel dan op zo'n vraag altijd hetzelfde verhaal eigenlijk. mijn voorganger heeft een goed rapport geschreven over, een heel mooi rapport, belangrijk rapport over de Q-koorts. En op een gegeven moment, kwam een van de journalisten naar me toe. Die zei van, hoe is het met de Q-koorts en het rapport van jouw voorganger? Dat weet ik niet. Ging ik het vragen in mijn eigen organisatie. We wisten dit eigenlijk niet. Terwijl het een hartstikke belangrijk rapport was met een aantal belangrijke aanbevelingen. Dat heeft ons ertoe gebracht om te zeggen van, wat gebeurt er nou met onze aanbevelingen? Zijn wij eigenlijk een soort van rechtbank die zegt, ik heb hier een probleem. Ik schrijf erover, ik geef mijn conclusies en mijn analyse en ik geef een oordeel, behoorlijk of niet behoorlijk. En dan pak ik het volgende dossier. Of zeg ik, nou, hier was iets aan de hand, ik wil dat er iets mee gebeurt, ik heb het niet voor niks gedaan. En hoe zorg ik er dan voor? Dus die effectiviteit, iedereen wil effectief zijn, hè? Dat is een nieuw, wij ook. Dus let erop en zorg ervoor dat wat je hebt gezegd serieus genomen wordt. Ik vind een aantal voorbeelden daarvan. Vrouwen in de opvang, dus het rapport heet de vrouwen in de knel. Daar gebeurde verder vrij weinig van mee, vonden wij, nog eens een keer teruggekeken. Toen kwam het volgende rapport, vrouwen uit de knel, vraagteken. En toen hebben we laten zien wat de aanbevelingen, die eerst omarmd waren, want oh, wat fantastisch, wat een mooi rapport, wat geweldig, gaan we doen, en hoe weinig ermee gedaan was. Dus als iemand tegen me zegt, gaan we doen, dan ga ik opletten. Dat is wel een andere manier van kijken dan klassiek een ombudsman doet. Want die geeft zijn oordeel en is het klaar. Hij geeft misschien een aanbeveling, maar laat het vervolgens over aan de administratie of het bestuursorgaan om dat wel of niet uit te voeren.
daar nemen we geen genoegen meer mee. En dat betekent andersoortige gesprekken, maar ook wel een beetje uitkijken. Hè? Want je kan natuurlijk stevig uitpakken, maar als je een bestuurder tegenover je kijkt, zegt, ja, weet je, we gaan het niet over je rapport hebben. We gaan het even hebben over jouw houding en gedrag, ombudsman. Want zo doen we dat niet. Gebeurt dat wel eens? Ze proberen het. Namen. Nou, één voorbeeld, ook in de publiciteit geweest, dat was de kwestie rond Van Laarhoven. Waar op een gegeven moment departement en politie en OM lieten weten, we werken niet mee. Nou, dat was wel even een situatie waarin ik dacht van, nou moet ik wel even heel goed opletten. Hè? Want als ik hierin meega, dan raak ik een deel van mijn positie kwijt. Dat is gelukkig niet gebeurd. Dus het is wel continu vechten. Je moet heel goed op je positie letten, ja zeker. En daar is dus een wet heel erg nuttig. Want die geeft bepaalde bevoegdheden en die legt ook verplichtingen op aan overheden om mee te werken. En daar kan je ze ook aan houden. Ja, en u zegt een paar keer, de Tweede Kamer moet eigenlijk zijn rol weer terugpakken. Wat zeggen zij tegen u als u dat tegen hun zegt? Nou, wat ik daarvan merk, want die boodschap heb ik zeg maar de afgelopen 4-5 jaar met enige regelmaat daar gebracht. En ik word wel heel vaak gevraagd om met de rapporten die wij geschreven hebben en de aanbevelingen die we doen, om daar in de commissies te komen. Om te vertellen wat er aan de hand is. Ik laat mij ook heel graag bevragen. Ik laat ook graag kritisch bevragen. Wat is er dan aan de hand? Wat kunnen wij eraan doen? Welke verantwoordelijkheid zie je voor ons? Op die manier zie ik wel dat er in ieder geval in de commissies, zeker als het de vakcommissies zijn, dat er wel echt aandacht is voor wat wij doen. Een rapport over toeslagen, samen met de Rekenkamer, dat rapport wat zij schreven over de terugvorderingen, met z'n tweeën daar zitten en in de Kamer vertellen wat je ervan vindt. Wij met de verhalen van de mensen en de consequenties die daar ook uit systemen voortrollen voor heel veel mensen. En zij terugkijkend op hoe het systeem werkt, met Temin 2 en terugvorderingen en de ellende die erbij hoort. Dat is sterk. En dat is overtuigend, denk ik. Ik wacht even af wat Donner daar morgen over zegt, maar... Ik geef je nee, want wij naderen inderdaad zo'n beetje het einde. Ik had wel eigenlijk nog even een andere panelleden vragen. Of ze nog een brandende vraag hebben voor de ombudsman? Ik heb geen brandende vraag. Oké, de laatste brandende vraag. Die vraag gaat over 2030 of 2030, zoals je dat noemt. Het klimaatakkoord, dat staat centraal in uw relaas. Alleen het gaat bij u over het draagvlak in eerste plaats. Maar nu zien we twee ontwikkelingen, minstens twee. Namelijk gisteren heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waar we het... die tot gevolg zou kunnen hebben dat de biomassa, die op dit moment 60% of daaromtrent niet meer is, van de duurzame energie van het kabinet schraagt, ruwweg gesproken, dat die als onwenselijk wordt beschouwd en de subsidies moet worden afgeschaft. Dat lijkt me een serieuze ondermijningsroute voor een belangrijk deel van het klimaatakkoord. Dat is één. En ten tweede, het meest aansprekende en breedste en grootste, misschien wel duurste element, dat is het van het gas afgaan van woningen en bedrijven. Dan moeten er 1,5 miljoen woningen alleen al zijn. Bestaande woningen in 2030, of 2030 zoals je zegt. Als u dan nou met het verhaal dat u hebt gehouden tegen die materie aankijkt en even los van uw optimisme, bent u dan, natuurlijk optimisme bedoel ik, wat zegt u dan van de kansen van die 49% die centraal staat in uw verhaal in 2030? Nou ja, 2030. In de eerste plaats, we hebben het al niet gehaald. De eerste bijstelling op het beleid moet al plaatsvinden, want we halen het niet. Als we zo doorgaan als we nu doorgaan. Ja. We dachten een jaar geleden dat we het zouden gaan halen. Inmiddels weten we, 2020 gaat het in werking, we halen het niet. Dus er moet nu al wat gebeuren. We zijn niet eens begonnen, er moet wat gebeuren. Dus ik ben daar niet erg, laat ik zeggen, op basis van wat ik nu weet en gelezen heb, denk ik van nou, er moet volgens mij veel meer gebeuren dan alleen maar een plan maken. Want we weten dat al die plannen moeten worden bijgesteld. En dat gaan we niet iedere 5 jaar doen, zoals de Klimaatwet zegt, maar dat zal veel vaker moeten gebeuren, anders halen we het gewoon niet. En ik ben af en toe wel somber. Prima. Zeker. Want als ik kijk naar wat er in Groningen gebeurt, dus even los van het gas af. Maar de manier waarop wij met z'n allen in Groningen nu aan het werk zijn, of juist niet aan het werk zijn, daar ben ik niet erg optimistisch over. Ik heb weer gezien dat een aantal huizen die eerst waren aangemerkt als te verstevigen, toen eruit vielen niet verstevigen, inmiddels een brief hebben gekregen, wel verstevigen, althans dat er een rapport aankomt waarin staat dat het wel moet. Dat is niet de manier waarop wij met onze mensen in Nederland moeten omgaan, de burgers. Want dan gaat het echt niet goed. Dus als dat niet verandert, is een kwestie ook van houding en gedrag, doen wat je zegt, zorg dat je tempo maakt, dan gaat het niet lukken. Maar dan is je zorg over het draagvlak, dat heeft een direct verband met de haalbaarheid van plannen, moet ik begrijpen. Ja, en ik vind dus dat je, dat is dus die eerlijkheid en die transparantie. Je moet zeggen wat je kan en je moet ook zeggen wat je niet kan. Tot slot, Bart. Nou, aansluitend op mijn buurman, die begon natuurlijk over de biomassa-discussie, die heel interessant is op dit moment, in Tweede en Eerste Kamer. Dat moet u eigenlijk heel erg aanspreken, want dat is nou, in feite pakt het parlement zijn rol hier. Dat is
Wat niet gebeurd is aan die klimaattafels, gebeurt er alsnog in het parlement. En dat zie je op dit terrein, maar ik moet nog even precies kijken wat er is gebeurd. Maar ik heb het alleen nog maar uit de krant, maar dat zal dus ongetwijfeld waar zijn. Maar dat is wel een fenomeen wat we wel vaker zien, dat de Eerste Kamer datgene doet waar de burger behoefte aan heeft. Dat is ook overigens de rol, maar het is niet meer de chambre de réflexion die ja of nee zegt, maar het is de chambre die uiteindelijk vaak wel ja zegt, maar niet dan nadat ze heel erg kritisch zijn geweest of veranderingen hebben laten aanbrengen. Ik durf niet dus te zeggen... De afstand van de akkoordenfabriek, van het regeerakkoord in dit verband, biedt mogelijkheden voor, noem het maar de burger. Ik denk dat de voorzitter van de Eerste Kamer dat verhaal niet voor niks heeft gehouden. De Eerste Kamer als voorvechter van de burger. Ik wil u hartelijk danken en tot slot nog even het woord geven aan Remco Meijer namens Nieuwsport. Ja, met de makkelijkste taak van deze middag, namelijk inderdaad om te bedanken en om cadeautjes uit te delen. U had het over koelkasten. Ik moest even denken aan Mark Rutte, die het wel eens over stofzuigers heeft. Ja. Als hij over beleid praat, dan zegt hij garanties alleen op, stofzuigers. Daar kunt u elkaar misschien nog vinden in de toekomst. Bedankt. Wilco zei in de inleiding dat u de overheid tot last bent en dat dat uw taak is, maar vanmiddag was het een lust om naar u te luisteren. Dank voor uw aanwezigheid en uw inspanning. En u was eigenlijk de vijfde journalist aan tafel, maar dan aangesteld door de Tweede Kamer. Dus we zullen bij de borrel misschien nog horen wat de Tweede Kamerleden daarvan vonden. Heel goed. Graag, dames en heren, uw applaus voor de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Oh, heel goed. Dit blijft binnen het bedrag dat u mag accepteren, volgens mij. En dan uiteraard dank aan het panel. Marieke Stellinga, Sivinia, Bart Zuidervaart en de deskundige leiding van Nienke de Zoete. Dank jullie wel. En dan u allen dank voor uw grote opkomst, in het bijzonder de aanwezigheid van de familie van Kees Lunshof. Het is voor ons een inspiratie om vanaf morgen te gaan nadenken over de 13e Lunshof-lezing in 2020. Dank u wel allemaal, we gaan aan de borrel. APPLAUS